Dag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering met... Klussen met de binnen. Ja, een nieuwe aflevering met klussen met twee linkerhanden. Eén op de vorige keer ging ik de carburateur eraf halen, maar toen gingen we in één keer veel meer eraf halen. Dat was misschien niet zo handig, maar ik heb nog even weer de carburateur in mijn hand met de gaskabels eraan vast. Om te laten zien wat het eigenlijk een beetje doet. Het brengt namelijk de benzine vanuit de, vanuit de tank naar binnen. De andere kant komt de lucht naar binnen. En die pers dat samen. Kijk, dat kan ik laten zien als we hem open deden. Dat hij niet heel soepel terugloopt. Nou komt het ook omdat ik hem natuurlijk niet in de goede positie heb dan hoe die normaal zit. Dus als die ongeveer zit waar die hoort te zitten, dat is onder de tank hier. Dan klapt hij heel mooi dicht. Zoals bij de Kawasaki van Omi. Kijk, als ik hem dus open doe, zie je dat hij helemaal open gaat. En als hij dicht gaat, sluit hij heel mooi. We kwamen er al achter, dat is de choke, dat is dit. Die zorgt ervoor dat de lucht dan even weg is en meer benzine komt. Die stond eigenlijk standaard zo. Nou, dat loopt niet helemaal lekker. Dus hij moet gewoon standaard dicht zijn of open, hoe noem je dat? De choke aan je stuur is dicht, dus dan is die zo. We gaan deze schoonmaken. Met twee linkerhanden. Kom aan. Oh ja, kijk hoe mooi. We hebben op de, hoe heet het? De bike, Big Twin Show. Big Twin Bike Show hebben we hele mooie handschoentjes aangezet. Want we hebben kleine handjes en vrouwenhandjes. Dus het wordt vies en het blijft onder je nagels hangen. Oh no. Dus we gaan handschoentjes. Waar zijn jouw handschoenen dan? Die gaan alvast klaar. Ja. Nou, dit is de carburateur. We hebben carburateur cleaner. Ja. Remreiniger, omdat het gewoon goed werkt. Doen we met papier, een Scotch Brite en een tandenborstel. Ik begin denk ik vanaf boven. Carburateur waar we mee begonnen en dan zie je dat die verpakking gescheurd is. Dus daar moet eigenlijk een nieuwe voor. Dus dan moeten we even googlen of we dat kunnen vinden. Googlen. Kijk. Allemaal onderdelen. En we hopen nog te weten hoe het terug moet. Anders moeten we gewoon terugkijken. Daarom filmen we het ook, hè? Maar hier, ik weet niet of je goed kan zien. Hoe nasty het is. Er komt zelfs allemaal shit uitzetten. Is no good, is no good. Maar ja, pakking kapot. Eigenlijk moeten dit soort rubbertjes. En van deze ook. Eigenlijk allemaal voor de mooiheid vervangen worden. Maar laten we het eerst schoonmaken. En dan zien we wel of we het kunnen vervangen. Zeg ik lekker niet. Oké. Heb je die hieronder gedaan? Ja, hier zit dat rubbertje. Ja. Die zit erin gehaakt. Ja, ingehaakt aan het tonnetje. En hoe heet deze? Tonnetje.
inderdaad het geluid. Maar hoe dat weten we dat het is? Even terugkijken. Doe kom even stoppen, ja? We gaan even terugspoelen. Wat gaan we doen? Even terugspoelen, want we weten niet meer hoe die zit. Ladies and gentlemen, it is in a car. In een cabaretteur. Een cabaretteur. Een cliënt. Alleen moet ik echt wel nog ergens zien te vinden een nieuwe pakking. Het ligt misschien ook weer nieuwe ringetjes en dubbeltjes en zo dingetjes. Maar eigenlijk is die hoed ongeveer, ja kijk dat bedoel ik. Dus dan moet ik gaan googlen. Google en dan bestaat die. Best friend. Dan gaat hij pas op de motor. Stanley. En dan kunnen wij weer vader. Wat gaan we de volgende keer doen? Jij weet. Moet ik weten. Ik zie het wel. Hebben jullie ook nog de hoop dat dit goed komt? Dat het projectje. Ik ben benieuwd hoe die loopt nu. Ja, maar dat kan toch niet? Duurt lang. Oké, hebben jullie dus ook nog de hoop dat het ooit goed komt? Geef dan een duimpje en volg en abonneer en zie meer! Ivy voor de camera! Nog een linkerhand. Ah, hallo kijkers! Ik zal jullie even uitleggen hoe dit werkt. Dit is een cabaretteur. Goed zo, Ivy! Ivy weet hoe het werkt.